Magic Michael, een heel nieuwe show op het einde van het jaar. Een illusie-familiespectakel. We gaan een familiespectakel doen rond kerst. De vijf magische krachten. Waarbij dat onze goede vriend Piccolo een superheld zal worden. En zal proberen om kerst te redden van de ondergang. Door een van de grootste slechteriken ooit die op de proppen zal komen om kerst te vernietigen. Het is eigenlijk een van zijn laatste producties. Klopt, het is zijn voorlaatste show. Dus wie daar echt fan is van die rode Piccolo, moet zeker en vast afkomen naar Theater Scala op 9 en 10 december. Want het is zijn voorlaatste show met Piccolo. Ja. En alle mooie liedjes komt een einde. En binnenkort dan ook die van Piccolo. Katrien, jij doet mee met heel wat spektakels. Nu doe je mee met een familiespektakel van Magic Michael met een heel speciale hoofdrol voor jou. Ja, inderdaad. Ik ben wel heel blij met die rol. Ik speel graag de slechterik en ik steek graag stokken tussen de wielen. Dus ik ben wel blij. En ja, ik ben ook eigenlijk wel blij om dit eens mee te maken. Een beetje magic. Eigenlijk wel, hè? Want als je de rol bekijkt, ben je wel echt de magische krachten. Er zijn duistere kantjes aan jouw rol, denk ik wel. Ja, aan de rol, niet aan de persoon zelf. Dus ik ga mij nog een beetje moeten verdiepen. Maar gelukkig is Lieven de Brouwer daar om mij te helpen. Hè? De magie en de duistere krachten te ontdekken in mezelf. Het is eigenlijk een familiespectakel met jongeren er allemaal. Hoe voelt hij zich eigenlijk tussen het podium als eigenlijk toch wel... Herkende rollen die je altijd deed, nu met jongeren. Hoe voelt dat aan? Ja, dat is fijn, hè. Het is altijd ook leuk om tussen jongere mensen bezig te zijn. Dan voel ik mezelf ook weer een beetje jonger. Maar ook, ja, het is ook wel fijn om terug met mensen te werken die ik niet ken. Ik leer altijd graag mensen kennen. Ik kan er altijd van leren. Dus dat... Lieven, het zijn al heel drukke periodes geweest. Hij zit nu terug weer als regie met een heel nieuw spektakel bij Magic Michael. Wel ja, ik ben een beetje de vaste huisregisseur geworden van dit gezelschap. Er was een klik bij de eerste keer dat ik bij het hen zelf heb meegespeeld. En dan hebben ze mij gevraagd, ja, zie je het eigenlijk wel eens zitten om ons te regisseren? Magic song. En dan komt er op mijn zak aan. De Vijf Magische Krachten is een nieuw spektakel van Magic Michael. Met als gastvedette Katrien de Becker. Fantastische actrice waar ik al mee gewerkt heb. Daar kijk ik ongelooflijk naar uit. De evolutie, als je gestart bent met Magic Michael en nu, besteedt daar heel veel aandacht aan veel kleine details die het geheel afmaken van familiespectakels, vind ik. Wel, we hebben inderdaad gemerkt dat het toch wel een groot verschil is als er iemand voor gaat zitten. Ook al hebben ze fantastische en heel leuke ideeën, zijn ze heel creatief in hun spel. Dat het toch anders is als er een regisseur voor zit, die heeft ook een andere visie. Letterlijk en figuurlijk. En ja, ik heb ze ook wel echt zien groeien in die periode. En ik hoor ook wel van heel veel mensen die de voorstellingen al jaren volgen, dat ze toch ook wel een heel mooie positieve evolutie zien. Dus dat is ook wel fijn om te horen.